voor mij is de belangrijkste overweging om als havenblijf met het Mainport Talentendiner voor de vierde keer mee te doen, is een verbinding te brengen, een brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wat is nou het haven, werken in de haven? Hoe gaat het eraan toe? En ja, ik vond dat altijd een beetje tekortschoot. Ja, nou ben ik zelf een oudere jongere. Dat vind ik mijn plicht. Maar ik doe het ook met heel veel plezier om dat aan de jongere generatie te vertellen. Dat is vaak onbekend, maar onbemind. En dit zijn avonden waarbij je dan met elkaar toch eens even in gesprek kan komen van wat er dan leuk is in die haven. En dan zie je toch dat mensen daar zeggen, hey, dat is toch wel aardig in steek om daar eens te gaan praten. Ik hoefde niet lang na te denken om ja te zeggen tegen dit mooie event. Al die talenten die komen bij het Mainport Talentendiner, daar wil ik graag mee in contact komen. Waarom? Uiteindelijk heb ik maar één reden. Ik ben volop bezig in de vernieuwing. Daarvoor heb ik verfrissende, bruisende, nieuwe, jonge talenten nodig die me gaan helpen in de hele energietransitie. Vaak zien we wel dat er wat jongere mensen zijn, dus nog niet klaar zijn om die definitieve keuze te maken. Dus we zetten wat zaadjes, of we leggen wat zaadjes neer in de hoop dat er wat uit gaat komen. Dus op een andere manier met elkaar in contact komen. Het is natuurlijk toch een wereld van, je moet elkaar kennen. Dan kan je elkaar makkelijker benaderen en uiteindelijk doe je dan ook makkelijk zaken. Onbekend is onbemind. Nu wordt het hopelijk hierna dat het bedrijfsleven beter snapt hoe hbo-onderwijs in elkaar zit. En het onderwijs, de studenten, beter snappen waarom de haven ideaal is.